Kritiek op trapoedelonderwerp in Londen worden al misbruikt. Het is harig, schattig en enorm duur, de trapoedel. De vrolijke viervoeters nemen Instagram over. Want niet alleen onze koningin Maxima is er weg van. Gisteravond zaten Milo, Pablo en Romeo. Drie bekende trapoedels, aan tafel bij Jinek. Alleen is niet iedereen daar te spreken over. Als baasje van twee grote poedels kan ik je zeggen dat ik niet wil dat dit ras op deze manier gepromoot wordt. Het wordt er nooit beter op. Poedels worden al misbruikt om met van alles en nog wat te kruisen om maar een dodele te krijgen, wordt er bijvoorbeeld getwitterd. Ik zie Romeo als mijn eigen kind, zegt die Yuchun, baasje van Romeo aan de tafel van Eva Jinek. Wij hebben alle drie onze poedels gehaald bij een erkende fokker, zo wisten wij zeker dat ze gezond zouden zijn. Mooi Jaspers, baasje van Milo, vertelt in dezelfde uitzending dat Milo last heeft van zwakke knietjes en boekelende tanden, slijtende. Red. Hiervoor moet zij met Hardy regelmatig naar de dierenarts. Een erkende fokker of niet. Het hondenras Trapoedel is er één met een prijskaartje. En poedels worden al misbruikt om met van alles en nog wat te kruisen om maar doodlust te krijgen. Don't get me started on that. MRS Cross My Body My Choice, at MRS Cross, februari 9, 2023. Potentiële kopers van het hondenras moeten goed uitkijken bij welke fokker ze het huisdier kopen. Trapoedels hebben namelijk last van losse knieschijven, een erfelijke oogaandoening en zijn ze erg gevoelig voor heupafwijkingen. Sommige hondenfokkers blijven doorfokken ten koste van de gezondheid van het ras. Dit zal uiteindelijk de gezondheidsproblemen bij de nakomelingen verergeren. Naast dat de poedels duizenden euro's kosten en de roodharige zelfs 5.000 euro, moeten ze om de 6 weken naar de kapper. Gisteravond in Jinek, schattige trapoedels die iedereen vandaag wil hebben en over een paar maanden in het asiel zitten omdat het geen speelgoedhond blijkt te zijn. Beetje dom bedacht, wordt er gezegd op Twitter. Els, at Els van Bruggen, februari 9, 2023. Door de coronapandemie die vorig jaar tot een eind kwam, zijn mensen nu veel minder thuis. Dit gaat ten koste van het coronahondje die ze tijdens de lockdown hebben aangeschaft. Alles is weer open, maar nu zit je opgescheept met de vrolijke viervoeter die je minimaal 4 keer per dag uit moet laten. Veel baasjes kiezen er uiteindelijk voor om het huisdier naar het asiel te brengen. Waarom trapoedels en geen aandacht voor overvolle asielen Jinek, schrijft iemand over de uitzending van de talkshow van gisteravond.